zijn vanavond op de Business Live Borrel. Dat is op dit moment in het Spoorwegmuseum. Eigenlijk gaat het vanavond over hoe je als young professional je dromen ook echt waar kan maken. Ja, wat leuk dat jullie er vandaag zijn. Het thema van vandaag is van droom naar bestemming. Dus ik denk dat we met z'n allen kunnen gaan kijken hoe we van de ene droom naar je bestemming kan komen. En dat we daar geïnspireerd gaan worden door twee hele toffe sprekers. Want we zijn namelijk gehardwired om met elkaar te leven. Want dat is veiliger. Mijn verhaal ging een beetje over hoe je concreet wat plannen kunt maken. In allerlei opzichten om je dromen concreet te maken, daar een plan voor te maken. En die misschien te realiseren. Ik vermaak me altijd heel erg op dit soort avonden. Er zit ook altijd iets aan waar je van kan leren, wat ook altijd heel leuk is. Zodra je hier een voet binnen zet, dan word je eigenlijk direct aangesproken door iemand van business die geïnteresseerd is in je. En daar heb je gewoon een leuk gesprek mee. Ja, ik merk zeker wel energie. Ook heel veel mensen kwamen wel naar mij toe en naar Michiel toe. En we horen ook van de organisatie dat er leuke reacties waren. Er heerst een hele inspirerende en gezellige sfeer. Wat ik ook mee te nemen is sowieso de energie. Het is heel gezellig, er zijn heel veel fijne mensen, mooie gesprekken. Een stukje je netwerk opbouwen, waar ik misschien in de toekomst mee kan samenwerken. Dus ja, ik zou zeggen, voor volgend jaar gewoon lekker komen.